De interesse van ondernemers die zaken willen doen in Suriname en Guyana zal worden vergroot, stelde de directeur van de Suriname Guyana Chamber of Commerce, SGCC, Rahul Lidar, in een gesprek met de nieuwsdienst. De zakenman geeft aan dat het de bedoeling is om het heel Caribisch gebied te gaan betrekken bij het handelsgebeuren. The chamber here, it's a bit different in Guyana. So in Suriname, there is the KKF, which is a registry. And the Suriname Guyana Chamber of Commerce, it's more of a business support organization. So we represent the interests of members who signed on to the chamber. So I just want to clear that misconception there. And what the chamber really does is represent the interests of Guyanese who's looking to do business in Suriname and Suriname businesses who are looking to invest or looking for opportunities in Guyana. And it doesn't just limit there, because we have now expanded, and we also have a Trinidad member here as well with us that is represented under the Suriname Guyana Chamber, and she sits on the board of directors as well. So it doesn't just limit between Suriname and Guyana, but the entire Caribbean as well. And one of the things that we're doing is pushing collaboration and cooperation between the two countries, because we have this unique opportunity to work together to have a single market space. Lidar geeft verder aan dat er een degelijke mate van interesse bestond tussen Suriname en Guyana om zo'n samenwerking aan te gaan op handelsgebied. Derek Klaverweide, ondervoorzitter van het bestuur van de SGCC, stelt dat er heel veel interesse is in de organisatie. We zijn maar net 5 maandjes oud. We zitten al over de 60 leden, meer dan 100 aanmeldingen. Ik denk dat deze week met name nog meer bekendheid heeft gegeven aan de chamber van de Suriname kant. Omdat het is een bilaterale chamber. Dus er is een deel in Guyana en een deel in Suriname. De board of directors bestaat ook uit 50% uit Surinaamse leden, 50% uit Guyanese leden. En de afgelopen paar maanden hebben we heel erg zitten trekken vanuit de Guyanese kant. En dit was dan echt de opportunity om het vanuit de Surinaamse kant bekendheid te geven. Heel druk geweest. We hebben heel veel activiteiten gehad gedurende deze week. Omdat we ook een trade mission eraan gekoppeld hebben. Dus we zijn nu hier met, om het te goed hoor, maar ik denk 23 Guyanese bedrijven. En we hebben er B2B meetings aan gekoppeld. Dus we hebben de Guyanese bedrijven gematcht met Surinaamse bedrijven. De SGCC is een internationale handelskamer die tot doel heeft de economische banden tussen Suriname en Guyana te versterken. De organisatie faciliteert bilaterale handelsrelaties en bevordert de handelsbetrekkingen van beide landen op buitenlandse evenementen.